Toen de wet passend onderwijs in 2014 werd ingevoerd, was het uitgangspunt dat er een passende onderwijsoplossing zou ontstaan voor elke leerling. Met deze invoering werd ook de zorgplicht voor scholen geïntroduceerd. Om dit te bereiken werken scholen regionaal samen. Dit doen zij onder de paraplu van het samenwerkingsverband. Er zijn in Nederland binnen het primair onderwijs 77 en het voortgezet onderwijs 75 samenwerkingsverbanden. Het Rijk stelt jaarlijks geld beschikbaar voor passend onderwijs voor wat zorgleerlingen genoemd worden. Dit geld wordt verdeeld over de samenwerkingsverbanden. Er zijn drie basismodellen die hiervoor worden gebruikt. Een schoolmodel, een expertise model en een leerlingmodel. Bij het schoolmodel wordt het beschikbare geld verdeeld onder de schoolbesturen op basis van het aantal leerlingen. De scholen ontvangen in dat geval zelf aanvullende gelden om passend onderwijs voor hun zorgleerlingen te organiseren. Bij het expertise model richt het samenwerkingsverband een eigen netwerk van voorzieningen in die schoolbesturen kunnen inzetten voor ondersteuning aan een leerling. Bij het leerlingmodel komen de extra ondersteuningsmiddelen beschikbaar op basis van arrangementen. Hoe deze arrangementen worden vormgegeven is maatwerk en hangt af van wat de leerling nodig heeft. Geld dat niet direct wordt benut draagt bij aan de reserves van een samenwerkingsverband. In de praktijk blijkt dat bij veel samenwerkingsverbanden er sprake is van omvangrijke financiële reserves. Soms is daar een duidelijke reden voor. Maar dat is niet altijd het geval. Wanneer het met een leerling op school niet goed gaat, treedt er doorgaans een mechanisme in werking. Eerst probeert de school dit intern op te lossen. Lukt dit niet, dan doet de school een melding bij de leerplichtambtenaar die in dienst is bij de gemeente. Op het moment dat deze melding wordt gedaan, wordt er doorgaans een multidisciplinair overleg georganiseerd. Hier treedt wetgeving in werking. Want wie is nu precies verantwoordelijk voor wat? Valt dit onder de wet passend onderwijs of is de jeugdwet aan zet? In veel gevallen is dat heel duidelijk. In sommige gevallen ontstaat er echter een grijs gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoogbegaafde jongere die met angsten kampt. Of een jongere met autisme, waarbij het maar niet wil lukken om aansluiting te vinden. Wanneer we kijken naar de afbakening van verantwoordelijkheid tussen verschillende wetten, geldt in deze gevallen dat sprake is van problemen tijdens onderwijs. En dat worden leerproblemen genoemd. Wanneer ondersteuning van initiatieven zoals Digibende de meest passende oplossing blijkt te zijn, is de bepalende vraag volgens onze huidige wetgeving. Is deze ondersteuning gericht op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie? Of is dit gericht op het volgen van onderwijs? In het eerste geval komen kosten voor rekening van de gemeente. In het tweede geval komen kosten voor rekening van het onderwijs. Hier ontstaat een grijs gebied, waardoor partijen naar elkaar kunnen wijzen. Bijkomende uitdaging is dat strikt genomen geld voor passend onderwijs enkel besteed mag worden aan een voorziening of school waar een BRIN-nummer aan gekoppeld is. Maar wat nu als terugkeren naar school tijdelijk niet meer mogelijk is. Of wanneer school alleen geen passende oplossing blijkt te kunnen bieden. Recente publicaties geven aan dat er op dit moment 15.000 jongeren in Nederland thuis zitten. De formele definitie is dat deze leerlingen ongeoorloofd niet naar school gaan over een periode van tenminste vier weken. Maar er is een nog veel grotere groep die buiten deze strikte definitie valt. Dit zijn kinderen die vanwege psychische of medische klachten of een gebrek aan aansluiting moeilijk of fragmentarisch naar school komen.